Mevrouw Smitmeijering was net 2 dagen tevoren 105 jaar geworden toen ze voor een bijzondere dienst naar de kloosterkerk in haar woonplaats het Groningse Ter Apel ging. Het middeleeuwse kerkje had zelden zo'n groot gehoor binnen zijn muren gehad. Er was geen plaatsje onbezet. Het was dan ook een unieke doopdienst die er gehouden werd. Trots en toegewijd brachten peetoma's en peettantes de dopelingen naar het doopvont. Maar de belangstelling van de meeste aanwezigen ging toch uit naar de 105-jarige bedovergrootmoeder die haar achterkleinkind ten doop zou houden. Meer dan een eeuw lag er tussen de kleine rijkend Richard Veldman en zijn krasse oma Hendrikje. Dominee van Nieuwenhuizen verrichtte de doopplechtigheid. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Loof den Heer, want Hij is goed. De ouders waren met de dopeling voor deze speciale familiegebeurtenis helemaal uit Alblasserdam gekomen. Het gebeurde niet vaak eerder dat 5 generaties verenigd waren. Het gebeurde ook niet vaak eerder dat zoveel in de kloosterkerk van Ter Apel verenigd waren.